Theo, gefeliciteerd. Jouw verhaal van deze wedstrijd en met name natuurlijk de sprint. Ja, het is een compleet andere dag dan gisteren. En, ik voelde me wat frisser ook in de finale. Dat voelen meer renners zich, dus dat wordt wel iets hectischer. Maar we hadden geprobeerd vroeg op kop te komen met de ploeg. En dan gewoon de kop te pakken. En, ja, we wisten dat het wel moeilijk ging zijn om dat tot de streep vast te houden. Maar we zaten eigenlijk tot de laatste 1500 meter op kop. En toen werden we iets voorbij gereden, maar dat was niet erg omdat de aankomst nog vrij lang was en tegenwind. Dus dan zaten we iets meer beschut eigenlijk achter de renners die voor ons reden. Het was al redelijk chaotisch, maar uiteindelijk konden Mark en ik er goed uitkomen, dus dat was perfect. Wat betekent het voor je dat je deze wedstrijd wint hier in Rotterdam, een nieuwe, best wel grote wedstrijd? Ja, ik ben blij dat ik Grijpel een keer geklopt heb en dat het in Rotterdam is met deze wedstrijd is wel super mooi. Er zijn sterke sprinters hier aan het vertrekken en als je dan een keertje kan winnen, dat is gewoon super gaaf. Je zegt het zelf al, je verslaat hier Grijpel, je verslaat Sagan in Veenendaal. Heb je het idee, jij bent nog een sprinter in opleiding, mogen we zeggen. Heb je het idee dat je hun niveau aan het benaderen bent? Ja, ik denk, zoals vandaag kon ik ze verslaan. Kijk, zij zijn wel zeer compleet als renner. Bijvoorbeeld een Grijpel kan een goede tijd rijden, kan ook nog redelijk goed bergop. En mijn specialiteit is sprinten. En de rest behoor ik niet echt tot de betere. En zij zijn veel completer, dus zij kunnen eigenlijk veel meer wedstrijden meedoen. Maar vandaag was een etappe ideaal voor mij. En dan kan ik ze het heel moeilijk maken. World Porch Classic, nieuwe wedstrijd. Hoe kijk jij terug op deze twee dagen? Ja, zoals gisteren was eigenlijk al echt een mooie dag met veel wind en veel waaiers. En ik denk de wegen waren allemaal goed. Het was niet super gevaarlijk. Goed georganiseerd. Het is op televisie. Dat is gewoon super mooi. Goed deelnemersveld, goede ploegen. Dus iedereen is enthousiast, denk ik. En vandaag was een wedstrijd wat op mijn lijf geschreven was. Dus ik ben ook blij. We zien jou hier volgend jaar weer terug. Zeker, ja.